Voor de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, is 2020 over het algemeen een goed jaar geweest. Voorzitter Renate Wouden zegt dat de organisatie ondanks de COVID-pandemie toch een aantal zaken gedaan heeft kunnen krijgen. Het klinkt dan misschien vreemd, want het is natuurlijk voor de meeste mensen een slecht jaar geweest vanwege die COVID-pandemie. Maar trots dat hebben wij dus als een organisatie successen kunnen boeken. Eén daarvan is dus dat we ons nieuw gebouw hebben. We hebben onze bibliotheek kunnen openen ook. Dat is ook dus een mijlpaal die wij behaald hebben. En ook zijn wij begonnen met het decentralisatieproject. Om dus in verschillende districten, we zijn al geweest naar 3 districten. Om dus daar een BBGO-commissie te installeren en tevens ook kennis gemaakt te hebben met de districtscommissaris. Als het gaat om de belangen van de leden zelf, was het echter minder rooskleurig, zegt de BBGO-voorzitter. Dit heeft vooral te maken met de slechte financieel-economische situatie. Na recente gesprekken met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken zijn de verwachtingen echter wel positief. Ik moet zeggen dat wij dus daar tegenover gehad hebben dat er een goede communicatie is tot stand is gekomen met de minister van Financiën en met de minister van Binnenlandse Zaken. Waarbij we dus natuurlijk ook gesproken hebben over de economische situatie van onze leden, van de mensen, de groep gepensioneerde ambtenaren. En wat wij hopen, is dat de gesprekken die wij hebben gehad, en natuurlijk zullen er meer volgen, dat wij dus in het begin van het volgend jaar reeds de vruchten daarvan zouden kunnen mogen plukken. Wij van BBGO, de gepensioneerde ambtenaren, wij willen inleveren. Maar om te kunnen inleveren, moet je eerst kunnen overleven. Dat moet je eerst kunnen. Je moet eerst kunnen overleven en dan kan je inleveren. Dus we kijken uit. BBGO-voorzitter Renate Wouden in een korte terugblik op 2020. Ze gaf tenslotte aan dat de organisatie verwacht dat de regering het komend jaar de financiële draagkracht van seniorenburgers zal versterken.